Nou, dames en heren, welkom bij deze bijna nationale uitzending, mag je zeggen. Het is zaterdag 25 juni 1988. En behalve het feit dat de Nederlandse voetbalploeg om 3:30 gaat beginnen tegen de Sovjet-Unie, de finale van het Europees kampioenschap, is er een heleboel sport. Dat was natuurlijk al lang gepland. Er zijn mensen geweest die zeggen van hoe kunnen ze nou vandaag gaan fietsen en hoe kunnen ze nou op motoren gaan klimmen? Dat stond er al. De NOS is paraat in Assen bij de TT en bij het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg. Dat zijn onderdelen waar op het ogenblik gefietst en op de motor hard gereden wordt. Hier in deze studio waar we zitten in Hilversum zal de tribune, waarop ik nu helemaal alleen nog zit, zal straks een groot aantal gasten binnenkomen die op een of andere manier feestelijk zal meebeleven wat er gaat gebeuren. Feestelijk hoopt een ieder. Ik weet niet hoe het met u is, maar er zit toch wel iets van spanning in zo'n dag. Natuurlijk, die overwinning op Duitsland, die telt. Maar vandaag moet het karwei afgemaakt worden. Alle clichés die je kan bedenken in de sport zullen vandaag gaan passeren. Ik ben opgevoed vroeger met voetbal. En dan was het Nederland-België. En dan zei mijn vader op zondagmiddag, sst, in de rust, dan komt het. Dan moet je goed luisteren. Dat was een arts uit Amsterdam, Jan de Cler. En die begeleidde op puntige en hele geestige wijze begeleidde die datgene wat gebeurd was in de wedstrijd. Die draad van Jan de Cler, die jaren teruggaat, pakken we vandaag op. Hier in de studio, Tony Eijk, wiens zoon op het ogenblik bij het Nationaal Kampioenschap wielrennen op de fiets zit. En Freek de Jonge. En zij zullen de draad van Jan de Cler oppakken. Heren, aan u. Met de wedstrijd Nederland-Rusland. Wij reden in de file, moesten wachten aan de grens. Een worst achter te kiezen en een pilsje in de pens. We kwamen bij het stadion, vlaggen overal. Oh wacht, sorry, ik sla een regel over. We kwamen bij, ah, de stemming komt er wel in, wacht maar tot al die mensen hier zijn. We kwamen bij het stadion, de vlam sloeg in de pan. Oranje vlaggen overal, daar was de 12e man. Als in een overwinningsroes werd de weef erin gegooid. Zoals het in Keulen donderde, zo donderde het nooit. Bij de warming-up was Nederland als eerste op het veld. Ze waren met z'n elven, dat had ik snel geteld. Met Van Basten als reserve, naast Michels op de bank. En Schip met twee rechtervoeten op de linkerflank. Oranje kwam naar voren en kreeg een kans of 10. Maar Dasajev bleef vragen, mag ik je pasje even zien? Maar Rusland speelt sinds Gorbatsjov een volkomen ander spel. Je denkt het zijn net lammetjes, die pakken we straks wel. Terwijl Oranje aandrong ging Van Tichelen in de fout. Die fouten kun je maken zolang Van Breukelen het houdt. Maar plots kwam van de rechterkant een paas van Belanov. En Rats knalde de bal in het net with Russia from love. We zitten na de wedstrijd wat verslagen bij elkaar. Maar er is nog niets verloren, er volgen nog een paar. We winnen straks van Engeland en van de Ieren mits. Van het Schip op de bank gezet wordt en Van Basten in de spits. Ja, dat loopt een beetje moeilijk, maar dat zat ook een beetje moeilijk, zoals je begreep. Maar uiteindelijk is het dan er toch van gekomen, maar dat konden we toen nog niet weten. Dus het was een aardige vooruitziende blik. Van het Schip op de bank gezet wordt en Van Basten in de spits. We wachten af, we moeten wel nog lang niet voetbalmoe. Maar ik voel het aan mijn water, wij gaan naar München toe. Allemaal! Hup. Holland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Hup, Holland, hup. Trek het beestje geen pantoffels aan. Hup, Holland, hup. Laat je uit het veld niet slaan. Want de leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. Laat de leeuw op voetbalschoenen kan de hele wereld aan. En zo ga je de hele middag door? Ik heb 20 coupletten. Net een Wilhelmus. Het wordt populairder dan het Wilhelmus dit. Houden jullie aan. Jongens, tot zo. Ik zei u wel, er gebeurt van alles in Nederland. U weet dat als die Nederlandse ploeg gaat winnen, dat dan er een knal door Nederland te horen is. En een van die knallen valt zeker op het Leidseplein.
in Amsterdam. Daar staat nu Paulien Broekema. Paulien, hoe is het daar? Het wordt hier steeds drukker. Zelfs de Hare Krishna is zo net langs geweest, zoals je weet. Dit keer zeer toepasselijk in het oranje. Vooral heel druk hebben de kroegbazen het hier die in elk tempo hun biervoorraad aan het aanvullen zijn. Verder is het beeld zeer oranje. Trambestuurders in het oranje, oranje versierde trams. Achter mij in de Leidse straat is nog een sporthandelaar die op het allerlaatste moment nog wat petjes en sjaals aankreeg. Maar hij is zo langzamerhand alweer uitverkocht, want het is roofgoed, al die petjes. Met andere woorden, Amsterdam bereidt zich hiervoor op een zeer warme middag en een nog veel warmere avond. Net Koninginnedag, zei hier een kroegbaas zo net. Dankjewel, Paulien. We komen misschien vanmiddag jou tegen in een mensenmassa. Over mensenmassa's gesproken. De TT van Assen trekt over het algemeen 100 tot 125.000 mensen. Komen die er ook als er gespeeld wordt in München en als Nederland daar voetbalt? Hans Kievit, jij staat op het ogenblik in Assen. Kan je ons vertellen hoe de publieke opkomst daar bij de TT is? De Duitsers zijn in Duitsland zonder twijfel stil. In Assen zijn ze ongetwijfeld te horen straks, want hier zijn ze wel in grote hoeveelheden. Er zijn minder mensen, minder dan hier verwacht werd. Assen, normaal gesproken goed voor zo'n dikke 120.000 toeschouwers, heeft nu naar schatting een 70.000 à 80.000 kijkers binnen de hekken. Kijkers die de Grand Prix van Nederland voor motorfietsen gaan volgen. Een Grand Prix die, zoals de historie zegt, ook dit jaar weer spannender is dan ooit. Het weer valt hier tegen, vandaar alle zeiltjes. De mensen zijn er en ze zullen genieten. U zit goed als u deze uitzending volgt. We zijn in ieder geval tot 6:45 bij u. En wat er in de avonturen gaat gebeuren, ik heb geen flauw idee. Maar daar slaan we ons wel met z'n allen doorheen. Ik zei u al, er wordt ook gefietst. Dat gebeurt de postbank, op de postbank bij Reden. Even ten, wat is het, oosten van Arnhem. Jean Nelissen, heeft men daar ook een tekort aan toeschouwers of hoe zit het?